De recente verhoging van de EBS-tarieven zullen bijna niet voelbaar zijn voor de kleine man. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen vrijdag weten bij de oplevering van de gerehabiliteerde Pandit Tilak Dariweg in Kommerwijnen. Hij hield de aanwezigen voor dat bij het aanpassen van de EBS-tarieven de regering zoveel mogelijk de pijn die hiermee gepaard gaat probeert op te vangen. Het staatshoofdstelde dat huishoudens die 400 kilowattuur per maand gebruiken, heel weinig zullen betalen. En die groep, die gaat ook die verhoging krijgen. En die verhoging zal zijn in de buurt van 300, 350, 400. Daar zal die verhoging ongeveer zijn. En weet je hoe groot die groep is tot 500 kilowatt? Die groep van gebruikers. Mensen die aansluiten hebben, die groep die tot 500 kilowatt gebruikt, is in de buurt van 117.000 mensen. Meer dan 60%. En wat hebben wij gezegd? Deze groep die verhoging krijgt, je gaat het zien op je strook, dat je verhoging gehad hebt van 300, 350, 400, en daar lees je direct, je krijgt het direct terug. Dus in feite heb ik geen verhoogde bedrag, heb ik niet betaald. Maar ga je mee? De president roept de samenleving op om minder stroom te gebruiken. Echter zullen huishoudens die meer dan 400 kilowattuur per maand gebruiken ook een tegemoetkoming krijgen, zodat de verhoging niet te zwaar drukt op hun financiën. Met welk doel? Dat we die subsidie gaan afbouwen. En dat wij als regering meer geld gaan overhouden om ontwikkelingsprojecten te gaan uitvoeren. En dit gebeurt al 60, 70 jaren. En niemand durft dit aan te pakken. Niemand durft dit aan te pakken. De vorige regering heeft gedurfd, 2016 zijn ze direct gestopt, omdat vakbonden lawaai gemaakt hadden. Vakbonden maken lawaai. En ze moeten lawaai maken. Wat is mijn taak? Overleg met vakbonden. De president benadrukt dat de recente verhogingen weinig invloed zal hebben op de producten in de winkel. Hij concludeert daarom dat de tariefsverhogingen van de EBS weinig invloed zal hebben op de uitgaven van de gemeenschap.